Mooi. 3 jaar geleden moest ik mijn kerstvoorstelling in Martini Plaza cancelen vanwege de lockdown. Maar er waren net 1500 kersttaaienbanden bij mij thuis bezorgd voor een decor. Dus mijn vrouw zei, ga maar op de markt staan en ga ze maar verkopen. Dat waren deze jongens. Nou, hartstikke mooi, daar zijn we de winter op doorgekomen. Dus ik dacht het jaar erop van, ik ga bespeelden in Martini Plaza in mijn kersttaaienbanden. Maar mijn vrouw zei van, ho, wacht even, die dingen van vorig jaar, dat kan je niet meer doen. Want daar bestaan er microplastics, die buitenkant, zie je wel. En dat is heel slecht voor het milieu. Dus toen heb ik samen met Eline Blackmore en Simone Larabi de biologisch afbreekbare kersteienbal met bloemzaad verzonnen. Ja. Die kon je na de kerst planten met je goede voornemens en in de zomer kwamen de bloemen uit. Allemaal uit de eierballen. Goed voor de bloemetjes en de bijtjes. Ze zijn gemaakt in een sociale werkplaats. En een deel van de opbrengst ging naar het goede doel. En we hebben bijna 20.000 euro opgehaald voor de stichting Jink. Dit jaar wilde ik helemaal niks aan eierballen doen. Maar een kameraad van mij, Dick van der Laan, die kwam naar me toe en zei van, Marcel, kunnen we toch niet een paar eierballen maken voor het goede doel? Ik zeg, prima Dick, maar ik heb er geen tijd voor. Hij zei, ik neem dat van je over. Dat heeft hij gedaan samen met werkplaats Stimulans uit Sappemeer, sociale werkplaats. En zij hebben de biologisch afbreekbare kerstkleierbal, want met Groningse klei erin, met bloemzaad uitgevonden. Kijk eens, dit is hem. Mooi, hè? Zo. Allemaal bloemzaadjes eraan. En die is exclusief en alleen maar te koop bij het Forum in Groningen vanaf 4 december. Zowel in de webshop als in de winkel beneden in het Forum. En het mooie is, al het geld hiervan gaat naar de Stichting Quiet. Dus er blijft geen cent, geen dubbeltje, niks blijft er aan de strijkstok hangen. Maar alles gaat naar de Stichting Quiet en die zetten zich in om de armoede onder Groningers te verzachten. Nou, een hartstikke mooi doel. Koop deze bal voor €12,50 bij het Forum in Groningen. Oh, en jongens, een disclaimer. Er circuleert een andere kersteienbal. Die komt uit China. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Dat is gewoon nu van jou werk. Dus koop deze exclusief bij het Forum in de stad. Goed voor het milieu en goed voor de mensen in Groningen. Lokaal gemaakt. Hoi.